Mijn naam is Liesbeth Groot-Nibbeling. Ik werk aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Theaterwetenschap. Daar werk ik als docent en ik ben daar ook bezig met een promotieonderzoek naar voorstellingen die als kenmerk hebben dat de toeschouwer niet meer op een vaste plek op de tribune zit of eigenlijk ook niet meer wordt gedefinieerd in relatie tot een groep. Het gaat om enkelvoudige eenlingen, toeschouwers. Daar heeft deze lezing alles mee te maken, zoals jullie zo meteen wel gaan merken. Nog een praktische mededeling. Deze lezing duurt ook niet helemaal anderhalf uur waarschijnlijk, maar iets korter. En er is ruimte om vragen te stellen, korte vragen tussentijds en daarna is er ook nog ruimte voor discussie. Goed, de titel van deze lezing. Ik deel dus ik besta, Alone Together in interactief theater. Dat Alone Together, dat verwijst naar een boek, een vrij recent boek van Sherry Turkle. De volledige titel luidt Alone Together, Why We Expect More From Technology and Less From Each Other. En dat is een boek dat zij heeft geschreven op basis van heel veel interviews met, laten we zeggen, hardcore gebruikers van moderne communicatietechnologie. Mensen die veel op Facebook zitten, veel twitteren. En een van de conclusies die zij, of de observaties die zij deed op basis van die interviews, is dat heel veel mensen een idee van identiteit hebben ontwikkeld daardoor, die veel te maken heeft, of die je zou kunnen samenvatten als ik deel, dus ik besta. Dus daar komt het eerste deel van de titel vandaan. En dat is natuurlijk een woordspeling op de bekende quote van Descartes, ik denk dus ik besta, het denken en de ratio als de essentie van de mens. En zij zegt dus, nou het lijkt net alsof we met een soort paradigmaverschuiving te maken hebben, namelijk dat mensen hun identiteit heel erg ontlenen aan het idee van delen. Nou, daar heeft ze ook een paar kritische kanttekeningen bij, dat zullen we zo meteen wel gaan zien. Ze schrijft helemaal niet over theater, dus dat boek gaat daar echt niet over, maar het leek mij interessant om dat boek naast een aantal verschijningsvormen in het theater te leggen en die eigenlijk met elkaar te vergelijken. Het gaat me niet zozeer om of het een nou beter is dan het ander, of de ene een probleem en de ander de oplossing, maar ik denk door ze naast elkaar te leggen dat je daardoor wel wat nieuwe inzichten kan krijgen in wat interactief theater zou kunnen zijn. Nou, voordat ik dat ga doen, wil ik eerst een aantal dingen zeggen over die notie van interactief theater en duidelijk maken waar ik het over heb. Ik beperk me hier tot participatietheater, waarbij sprake is van enkele of singuliere toeschouwers. Dus verwijs het ook naar mijn promotieonderzoek. En dan kun je denken aan voorstellingen waarin er letterlijk sprake is van een ontmoeting tussen een enkele toeschouwer en een performer. Of voorstellingen die we ook wel aanduiden als ervaringstheater. Of theater als installatie. Dus ik ga met andere woorden niet in op die vormen van participatietheater waarbij je als publiek bijvoorbeeld kan stemmen over de afloop van een voorstelling. Optie A of optie B. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Wat betreft die 1-op-1 voorstellingen. De afgelopen 10 jaar daarin heb je echt een soort toename kunnen zien van dit soort voorstellingen. Met name op zomerfestivals als het Oerol, het Festival aan de Werf in Utrecht, Over het IJ in Amsterdam. De Parade ook in Den Bosch. En die toeschouwer wordt dan aangesproken op zijn persoonlijke of vaak ook zintuiglijke ervaring. Dus daar komt het begrip ervaringstheater vandaan. Of die wordt met een iPod de stad ingestuurd, legt daar een traject af, wordt dan geleid door een performer via dat kan ook via een mobiele telefoon zijn bijvoorbeeld. In ieder geval, hij verlaat zijn vaste plek in de zaal of op de tribune en dwaalt rond in een geanceneerde omgeving. Dat is wat ik ook theater als installatie noem. En zoals ik al zei, dat soort voorstellingen zijn onderwerp van mijn promotieonderzoek. En participatie, een woord dat ik dan nog iets liever gebruik dan interactiviteit. En eigenlijk gebruik ik ze allebei helemaal niet in mijn promotieonderzoek. Maar het verwijst er wel naar dat de toeschouwer actief meedoet. Ik moet ook natuurlijk iets kort zeggen over interactiviteit, hoewel ik het daar ook niet heel uitgebreid over wil hebben. Interactiviteit is heel vaak onderwerp van kritische discussies. En daarbij wordt vaak de vraag gesteld hoe actief die interactiviteit nou eigenlijk is en hoe inter natuurlijk.
Interactiviteit impliceert dat je als toeschouwer of als gebruiker invloed kan uitoefenen op de handeling waar het op dat moment over gaat. En dat jij actief kan bepalen hoe die handeling verloopt. En dat begrip is eigenlijk vooral populair geworden of belangrijk geworden in de context van moderne communicatietechnologie, internetgebruik, games natuurlijk ook. Bijvoorbeeld wanneer je iets opzoekt op internet, dan heb jij in zekere zin, maak jij je eigen weg op internet. Jij bepaalt zelf je weg door het web en technologie stelt jou in staat om actief te handelen in plaats van passief toe te kijken. Dus interactiviteit wordt dan ook heel erg als het tegengestelde voorgesteld als wat je bijvoorbeeld doet of wat jullie nou doen, hè, passief toekijken. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon problematisch, want ik wil absoluut niet beweren dat jullie passief zijn. Ik zie hier allemaal aandachtige blikken en er wordt natuurlijk geluisterd en je hebt een interpretatie en je hebt een mening. Kortom, er gebeurt ontzettend veel bij iedereen in die zaal. Dus dat is al een beetje lastig. Maar het is ook nog zo dat daar waar interactiviteit wordt gesuggereerd, bijvoorbeeld via browsen op het web, dat dat natuurlijk heel vaak niet volledig vrij is. Dat actief suggereert iets als vrijheid, terwijl je daar natuurlijk ook wordt gemanipuleerd. Maar vaak is het zo dat de ontwerpen van software zodanig zijn ingesteld dat je daar heel weinig van bewust bent. Dat wordt wordt ook wel aangeduid met een begrip als immediacy van twee mediatheoretici, Bolter en Grusin. Dat verwijst naar het bijna onzichtbaar maken van technologie, zodat je vergeet dat jij technologie gebruikt. Een ander voorbeeld, als jij iets zoekt via Google, dan wordt je zoekgeschiedenis bijgehouden. Dus dat betekent dat als jij bepaalde woorden intikt, dat jij een ander resultaat krijgt dan je vriend of vriendin die een heel andere zoekgeschiedenis heeft. En er verschijnen ook andere advertenties. Dus kortom, daar waar jij denkt dat jij dat volledig beheerst, word jij net zo goed beheerst door die technologie. Nou, met betrekking tot dat begrip interactiviteit, daar komt dus ook al heel snel de notie van manipulatie naar voren. En dat is zeker ook zo in het theater, vandaar kun je dat soort discussies ook vinden. Het lijkt alsof bijvoorbeeld de ervaring vrij is, maar tegelijkertijd word je natuurlijk wel gestuurd door een maker. En met betrekking tot die manipulatie, volgens mij moeten we daar ook niet al te moeilijk over doen. Mensen kunnen soms heel verontwaardigd reageren wanneer ze worden aangesproken op hun ervaring en op een gegeven moment ontdekken dat die ervaring dan gemanipuleerd is. Maar ja, ik zou zeggen dat is nou juist kenmerkend voor theater, overigens ook voor andere kunstuitingen en voor moderne ICT. Er is altijd sprake van manipulatie, want anders zou je eigenlijk geen voorstelling hebben. Je krijgt dit te zien en niet dat. Het ene wordt op de voorgrond geschoven ten koste van het ander. Dus als het gaat om begrippen als participatie en interactiviteit in relatie tot theater en de voorstellingen die ik hier bespreek, dan zou je kunnen zeggen dat de toeschouwer binnen het ontwerp van een voorstelling wel echt enige invloed heeft op de handelingen, omdat er ruimte is om te reageren. Dat maakt dat elke voorstelling anders is, want elke toeschouwer is tenslotte anders. En die participatie die verwijst er eigenlijk al vooral ook naar dat je zonder die toeschouwer geen voorstelling hebt. Ja, maar is het niet zo dat dat geldt voor elke voorstelling? Je hebt geen enkele voorstelling kan bestaan zonder toeschouwer. Nou, dat klopt natuurlijk, zal ik ook absoluut niet ontkennen. En het is toch ook zo dat in een gewone theatervoorstelling dat daar, of in de theater, dat elke avond anders is. En wat ik al eerder zei, een publiek dat in de zaal zit, dat is niet passief, dat kijkt, luistert, interpreteert, reageert. Dus dat klopt allemaal. En dat is nou eigenlijk wat zo interessant is aan veel van deze voorstellingen. Oppervlakkig gezien lijken ze met allerlei conventies van het theater te breken. Dus er zijn voorstellingen waarbij je als toeschouwer soms terug kan praten. Maar je bent in dialoog met een performer. En je zit, wat ik al eerder zei, je zit niet in de zaal. Heel vaak loop je. Of je hebt in ieder geval geen vaste plaats. Dus het breekt met conventies en tegelijkertijd bevestigt het ook allerlei eigenschappen van theater. En om nog heel even terug te komen op het begrip interactiviteit. Heel vaak gaan die discussies dus over wat de activiteit dan is. Terwijl het woordje inter, wat eigenlijk staat voor tussen, vaak een beetje onderbelicht blijft. En dat is nou juist waar deze lezing en ook de voorstellingen wel over gaan. Nou, dit klinkt misschien allemaal nog enigszins abstract en algemeen. En daarom wil ik al redelijk snel in het begin een
voorbeeld laten zien van een voorstelling. Dat is een voorstelling van Dries Verhoeven. Hij is een maker die heel vaak wordt geassocieerd met dat begrip ervaringstheater. En het fragment dat ik zo laat zien komt uit de voorstelling Sporenonderzoek. Dat is een voorstelling uit 2005 en hij heeft die voorstelling gemaakt en gesitueerd in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het was de openingsvoorstelling ook van dat museum. En waarbij je een openingsvoorstelling meestal iets groots denkt. Hè, veel mensen, een borrel, sprekers, dat soort dingen. Heeft hij juist een voorstelling gemaakt waarbij je als toeschouwer in je eentje op pad gaat. Je komt binnen en je krijgt een mobiele telefoon en een koffer. Dan word je gebeld door een performer en dan ga je op pad. En ik ga jullie zo meteen een fragment laten zien. Wat ik daar wel nog even bij moet zeggen, omdat het ervaringstheater is, ja, een ervaring kan je eigenlijk dus niet registreren via een camera. Dus dat betekent dat jullie een beetje je verbeeldingskracht moeten gebruiken. Je ziet vooral hoe de voorstelling georganiseerd is. In dat station zijn zowel de toeschouwers als de performers allebei aanwezig, maar ze zien elkaar niet. Alleen wat je op de registratie ziet, daar zie je vrij veel mensen, dus dan lijkt het ook nog eens een keer redelijk druk. Terwijl dat station is een hele grote ruimte en het grootste deel van de tijd ben je eigenlijk alleen, dwaal je daar dus rond. En dat was ook precies de ervaring waar Dries Verhoeven in geïnteresseerd was. En verder moet ik nog zeggen dat terwijl die toeschouwer daar dus een route volgt, hij of zij in gesprek raakt met een performer. En die performer die bevraagt voor een heel groot deel van die wandeling, die stelt vragen over een route die de toeschouwer aflegde in de kindertijd. En eigenlijk een vrij basale route. Dus hoe liep je vroeger van huis naar school? Of als je van je zolder naar je voordeur zou lopen, hoe ging dat dan? Wat zag je dan? Wat was er aan de hand onderweg? Hier. Sommige beelden waren een beetje donker en de muziek was een beetje hard. Maar ik hoop dat jullie ondanks een indruk hebben gekregen van die voorstelling. Misschien is het je opgevallen dat dat vraaggesprek over die route, dat daar eigenlijk hele triviale dingen worden gevraagd. Dus het ging over welke kleur was die muur dan, of van welk materiaal was de deurklink gemaakt, of hoe voelde de muur, of hoeveel stappen moest je dan doen. En Dries Verhoeven die vertelde in een interview dat zij dat heel bewust hebben gedaan. Omdat als je met een mobiele telefoon werkt, dan is de neiging om je bezig te houden met die ander. En daar wordt ook natuurlijk een beetje mee gespeeld. En je vraagt je af, waar is die performer op het station? Maar ervaringstheater, Dries wilde eigenlijk heel graag dat de aandacht van die toeschouwer terug werd geleid naar zichzelf. En ze hebben heel veel experimenten gedaan met wat kun je nou doen met een mobiele telefoon? Afgezien van hoe leid je iemand van A naar B, maar wat zijn de theatrale mogelijkheden van die technologie. En door heel veel experimenteren ontdekten zij uiteindelijk dat wanneer zij heel erg naar de materiële zaken van herinneringen vragen, dus voelen, kleur, tast, geluid, dat dan de toeschouwer heel erg teruggeworpen wordt in zijn eigen herinnering. En zonder dat hij dat meteen gaat analyseren, dus het gaat niet over hoe voelde je je of wat vond je daarvan of of die jeugdherinneringen nou prettig waren of niet prettig, maar alleen maar direct de herinnering in. En hij vertelde ook nog dat het zo interessant is als het gaat om die vrij onbelangrijke dingen, dat je zegt, ja, die weet je allemaal nog, maar die ga je nooit aan iemand vertellen. Je gaat niet aan iemand vertellen hoe het rook op het toilet van je oma, of dat je nog weet dat dat de bepaalde tray altijd kraakte. Dat, ja, die dingen die vind je over het algemeen onbelangrijk om te delen, maar eigenlijk zijn ze wel heel fijn, omdat je je herinnert dat je ze allemaal herinnert. En wat niet in deze registratie zit, omdat je dat eigenlijk ook kan filmen, op ongeveer driekwart van deze voorstelling, dan wordt de toeschouwer uitgenodigd om in een wagon te gaan zitten, een muziek op te zetten, het licht uit te doen. En dan krijgt hij het verhaal dat hij zojuist heeft verteld, terugverteld door de performer. En dat schijnt op de een of andere manier een moment te zijn waar veel mensen door ontroerd raken. En ik vroeg Dries ook, hoe werkt dat dan?
En hij zei, ja, zo werkt het gewoon. En deed dus een interview met hem en hij deed met mij een soort kleine test door mij ook dat soort vragen te stellen en dan vervolgens dat terug te geven. En juist omdat het herinneringen zijn uit een kindertijd die vrij bazaal zijn. Dus hij vroeg een aantal dingen van hoe heette je vader en moeder en waar sliep je dan? En, nou, ik ging dat zo vertellen, hoe ons huis in elkaar zat. En iemand die dat niet kent, maar die dat wel teruggeeft, op de een of andere manier werkt dat heel erg ontroerend. Terwijl je ook weet dat het helemaal, het is onzin. Hè? Dries kent mijn ouders niet, kent dat huis niet. Maar op het moment dat het wordt teruggegeven, dan lijkt het wel alsof die persoon dat wel kent. Goed, het thema van deze dag is vriendschap. En ik stuit op dit citaat van Michel de Montaigne. Als men bij mij zou aandringen te zeggen waarom ik van hem hield, voel ik dat dat alleen uitgedrukt kon worden door te zeggen omdat hij het was, omdat ik het was. Nou, vriendschap en theater, dat levert natuurlijk de vraag op of dat überhaupt zou kunnen. Ergens zou je misschien denken dat bij dit soort één-op-één ontmoetingen, waarbij er dus sprake is van dat er iets wordt gedeeld, waarin soms sprake is van een bepaalde intimiteit of hele persoonlijke herinneringen, zoals net in dat voorbeeld, dat je dan misschien in de buurt zou kunnen komen van iets als vriendschap. Michel de Montaigne die definieert dat als iets waar je je totaal overgeeft aan een ander en wat gebaseerd is op volledig vertrouwen. Geen geheimen hebben voor elkaar. Maar goed, vriendschap in het theater, is dat mogelijk? Ik zou zeggen nee, want dat theater blijft natuurlijk altijd georganiseerd. Die performer, de regisseur, de maker heeft altijd het heft in handen. Maar aan de andere kant, je kan wel zeggen dat er iets wordt gedeeld. En dat delen kun je volgens mij wel als echt of als werkelijk beschouwen. Ondanks dat de wetenschap dat die ontmoeting geanceneerd is. En waarom ik dit citaat naar voren haal, wat in dit soort voorstellingen wel degelijk een rol speelt, dat is dat laatste zinnetje, omdat hij het was, omdat ik het was. Omdat het er wel om gaat wat je daar met elkaar doet of gaat meemaken. Het verhaal van de ene toeschouwer is het andere verhaal niet. En Alexander de Vriend, een maker van een Vlaams gezelschap, Ontroerend Goed, die zei dat ook heel nadrukkelijk is in een interview. Ja, wat gaan wij daar samen meemaken? Binnen die situatie die gedefinieerd is door spelregels, wat gaan wij daar doen? Dus dat speelt wel degelijk een rol. Goed, dan op weg naar Shirley Turkle. Ik heb een aantal woorden genoemd in dit verhaal. Het inter, omdat hij het was, omdat ik het was. Dat verwijst naar delen en eigenlijk ook naar een soort van connectiviteit. En dat is eigenlijk een belangrijk thema in het hedendaagse leven. Soms wordt het eigenlijk zelfs een soort magisch toverwoord. En de titel van deze slide die verwijst eigenlijk naar een ander boek, namelijk een boek van John McKenzie, Perform or Else. En hij beschrijft daarin een tendens dat we tegenwoordig bijna overal moeten performen. Persoonlijk, maar bedrijven performen, politici performen. Het gaat eigenlijk altijd om hoe je jezelf presenteert of hoe je een bepaalde prestatie levert. Dus in lijn daarvan, connect or else, bestaat er nog iets anders als het idee van verbinden. In ieder geval staat deze dag heel erg in het teken, of ik zie het ook in veel tekstjes in het programmaboek. Als we kijken, en het sowieso het thema van vandaag, friends. We hebben veel vrienden op Facebook. We twitteren om een mening aan anderen mee te delen of met ze te delen. We hebben het over internetcommunities, waarbij je samen ook zoekt naar oplossingen of discussieert. En dat is dan ook de brug naar dat boek van Shirley Turkle. Hier nog een keertje de volledige titel. En Shirley Turkle die stelt in dit boek eigenlijk dat we weliswaar steeds meer delen via allerlei soorten van netwerken, maar dat er steeds minder sprake is van echt delen. En zij sprak met heel veel mensen die zich het leven zonder Twitter of Facebook eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Het zijn vooral de heavy users waar ze dan over spreekt, de mensen die heel vaak aan het multitasken zijn. Ze zijn aan het praten met iemand, maar ondertussen ook aan het twitteren. Of iemand is met zijn kind in de speeltuin, helpt schommelen, maar ondertussen ook zijn Facebookpagina aan het bijwerken. Dat soort dingen.
En zij sprak met, zij heeft heel veel gesproken met deze heavy user categorie. En wat zij ontdekte is dat veel mensen zich dus het leven aan de ene kant niet meer kunnen voorstellen zonder Twitter of Facebook. En eigenlijk daar ook hun identiteit aan ontlenen. Hè. Ik deel, dus ik besta. En tegelijkertijd dat er ook sprake is van een bepaald menselijk tekort, omdat het ook de vraag is wat je nou eigenlijk deelt. Dus dat daar, terwijl je heel druk bent met delen, eigenlijk veel mensen ook iets ervaren dat richting eenzaamheid gaat of alleen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die langzamerhand ook angst krijgen voor de telefoon. Omdat dat dan gaat om een menselijke stem. En omdat je dan direct moet reageren. Omdat je daarmee je eigen tijd niet kan indelen. En dat idee van andere mensen nodig hebben om je een completer mens te voelen. Dat neemt soms ook vrij paradoxale vormen aan. Dus bijvoorbeeld haalt een voorbeeld aan van iemand die aan het eten is met een aantal mensen en dat zo gezellig vindt dat het dan tegelijkertijd op haar blog gezet moet worden dat het zo gezellig is. Of mensen die tijdens een begrafenis eigenlijk niet dat uur zonder hun mobiele telefoon kunnen en dus ook ondertussen aan het twitteren zijn. Mensen die paniek voelen wanneer ze niet meer verbonden zijn met het netwerk. Kortom, anderen nodig hebben om je compleet te voelen. En op zich is dat natuurlijk zo. Heel veel mensen hebben andere mensen nodig als een vorm van bevestiging. Maar op het moment dat dat eigenlijk het enige wordt, dan ontstaat er ook iets zorgelijks, zegt zij. Want als je nooit alleen bent, dan kan je eigenlijk ook niet een autonoom individu worden. Het vermogen om onafhankelijk na te denken, kort gezegd. En Turkel stelt dan ook, ze zegt helemaal niet dat we met z'n allen nou spontaan weer moeten ontvrienden en niet moeten twitteren. Maar ze wil het eigenlijk vooral aan de orde stellen dat ondanks al dat delen er eigenlijk zo sprake is van bepaalde eenzaamheid. En dat vindt zij niet alleen maar een probleem, maar zij stelt eigenlijk dat die waarde van het alleen zijn ook wordt onderschat. Dat als we altijd maar willen delen, dat we dan dus niet leren wat het betekent om alleen te zijn, om je te ontwikkelen tot een autonoom individu. En die autonomie is eigenlijk niet alleen van belang voor je persoonlijke welzijn, maar uiteindelijk ook voor jouw positie of jouw deelname in het maatschappelijk leven. Hè. Dat vermogen om onafhankelijk na te denken is uiteindelijk ook een politieke kwestie, zou je kunnen zeggen. Nou, het gaat er mij niet om te stellen dat theater een soort oplossing is voor het menselijk tekort. Dat er in het theater wel wordt gedeeld en op internet, om het even heel grof samen te vatten, niet. Dat zou een beetje onzinnig zijn. Maar wel om ze naast elkaar te leggen, een aantal overeenkomsten ook te benoemen. En op die manier nog een aantal eigenschappen van participatietheater aan te stippen. Nou, ik ga beginnen met een paar overeenkomsten. Participatie zou je eigenlijk kunnen zien als een vorm van adaptatie van de hedendaagse participatiecultuur. Veel verschillende domeinen speelt participatie een rol. We willen graag inspraak. We kunnen op heel veel manieren via internet en allerlei nieuwsgroepen, blogs, fora onze mening kwijt. Je ziet langzamerhand ook dat daardoor een aantal begrippen die voorheen eigenlijk nooit ter discussie werden gesteld, zoals de rechtsstaat of bijvoorbeeld informatie over gezondheid die door de overheid wordt verschaft, die wordt veel sneller in twijfel getrokken omdat iemand anders daar ook weer andere informatie over heeft gevonden. Dus we zouden kunnen zeggen dat we leven in een participatiecultuur op het moment. Nou, aangezien theater een onderdeel is van dat maatschappelijk leven, waarom niet participatie in het theater? Het is een vorm van adaptatie, zou je kunnen zeggen. En dat idee van netwerken of co-creating, dat speelt ook een rol in dit soort voorstellingen. Want heel vaak wordt daarvan gezegd dat de toeschouwer ook een soort co-creator is. En het heeft ook te maken, participatie hangt vrij nauw samen met het principe van democratisering. Je zou kunnen zeggen dat in dat theater, in participatietheater, er ruimte is voor de individuele toeschouwer, voor de heterogeniteit van het publiek. Nog een overeenkomst. Dat idee van delen, wat Shirley Turkle dus van een aantal kritische kanttekeningen voorziet, dat speelt ook heel erg een rol in het theater. Participatietheater is in zekere zin ook een herhaling van die mythe van het samen delen.
Namelijk, het wekt ook een beetje de indruk alsof je volledig gelijk bent, alsof je gelijkwaardig bent aan elkaar. En tegelijkertijd is dat natuurlijk in het theater ook niet helemaal het geval. Dat benadrukte ik ook al een aantal keren. Want die performer die blijft altijd degene die toch meer weet. Die weet wat er gaat gebeuren. Dat weet jij als toeschouwer niet. En dus speelt in dit soort voorstellingen heel vaak ook een soort van verwachting dat je iets deelt. Dat het persoonlijk wordt. En moet je dan als toeschouwer soms ook teleurgesteld of nuchter constateren dat als je aan het eind van die voorstelling bent, dat je de vraag stelt, maar wat hebben we nu gedeeld, hoe persoonlijk of hoe echt was het nu eigenlijk? Dat zijn vragen die je niet op een eenduidige manier kan beantwoorden, want terugdenkend aan het filmpje dat ik net liet zien, het moment waarop iemand op het bed ligt en het station wordt uitgereden, je zag die persoon zwaaien, dat is het eerste moment waarop de performer en de toeschouwer elkaar zien in deze voorstelling. En ze hebben dan ongeveer 3 kwartier met elkaar gesproken. Dries Verhoeven, omdat hij natuurlijk heel veel mensen heeft gesproken, dus hij kan zo'n beetje het algemeen beeld geven van de toeschouwerservaring. Die vertelde ook dat veel mensen dat een heel mooi, maar ook een lastig moment vinden om dan die telefoon neer te leggen. Omdat je daarmee dan toch die verbinding verbreekt. En dan tegelijkertijd ook aangenaam verrast worden om dan op dat moment wel die persoon te zien. Dus daar is wel degelijk sprake van iets delen. Alleen met de wetenschap natuurlijk dat na jou de volgende aan de beurt is. Hè. Dus hoe persoonlijk was het? Nog een overeenkomst. Ik noemde het net eigenlijk al een klein beetje. Veel mensen ervaren uiteindelijk in participatietheater toch iets van een teleurstelling. Omdat die participatie niet zo open of vrij is als de verwachting was. Of omdat het toch geen werkelijke ontmoeting was. Kortom, je wordt ook op een bepaalde manier op jezelf teruggeworpen. En dat geldt met name aan het begin van zo'n voorstelling. Als jij in je eentje zo'n stationshal binnenloopt. Vraag je je toch heel erg af, ja, wat gaat er gebeuren? Wat wordt er van mij verwacht? Dat is een heel ander soort concentratie dan wanneer je een zaal binnenloopt en je neemt ergens plaats op een van de stoelen in een rij. Dat heeft toch veel vaker, gaat dat gepaard met de houding, wat wordt mij aangeboden? Wat krijg ik te zien? En hier weet je dat er ook iets van jou wordt verwacht. Nou, dat zijn een aantal overeenkomsten. Maar wat ik wil beweren is dat participatietheater daar toch ook wel iets tegenover stelt. Want juist in het feit dat je kan onderkennen dat die performer en de toeschouwer niet precies hetzelfde zijn, niet samenvallen, geen echte vrienden kunnen zijn, draait die vergelijking met Turkel ook een beetje de andere kant op. Want theater biedt dan iets waarvan Turkel zegt dat het goed zou zijn wanneer mensen daar wat meer aandacht voor krijgen. Namelijk een notie van concentratie, op jezelf teruggeworpen zijn. Met een ander woord zou je dat zelf onderzoek kunnen noemen. Kortom, dan komt veel meer de vraag naar voren, wie ben jij? En met die notie van concentratie, daarbij kan je ook denken aan het feit dat je zo'n voorstelling, en sowieso eigenlijk elke theatervoorstelling, het feit dat je in deze tijd de tijd neemt om naar een voorstelling te gaan, 1 uur of 2 uur, je te concentreren op een bepaalde houding, dat lijkt soms, of op een bepaalde voorstelling, op iets dat je wordt aangeboden, dat lijkt soms bijna een heel vreemd verschijnsel te worden in die tijd van versnippering, met veel dingen bezig zijn, multitasken en dergelijke. En in dit soort voorstellingen wordt eigenlijk het delen vooral een onderwerp van onderzoek. Het wordt niet zomaar herhaald of benoemd en verder niet ter discussie gesteld. Het gaat eigenlijk de hele tijd om het ter discussie stellen van wat is dat nou eigenlijk delen? En dat schuwt ook de ongemakkelijkheid niet en dus de verdieping niet. Ik ga jullie nog een voorbeeld laten zien. Hello, is that Mrs. Knowles? Oh, very good morning, Mrs. Knowles. My name's Nick and I'm calling on behalf of Express Travel. Now, all I need to do is just check a few details to make sure that this holiday goes to the correct family. Now, my record here states that your postcode will be CH661LH. And you're married or living with a partner? You're single at the moment? And are you the house owner, Mrs. Knowles? Oh, I'm sorry, I guess I've got the wrong information, I'm afraid. Extremely sorry to have bothered you. Thank you very much.
Bye bye. Hello, is that Mr. B? Oh, very good afternoon, Mr. B. My name's Nick and I'm calling on behalf of Express Travel. But I'm here today with some very good news, Mr. B. Calcutta, though picked up a bit late in the IT industry, but has progressed quite well. Now, principally, there are some advantages in being in West Bengal. Going back to your question, one is that, no doubt about it, that Calcutta has got the best talents as far as, I wouldn't say not only in India, but I would say in the entire world. But the cost of labor or the cost of skilled manpower in Calcutta is relatively cheap. Hello. Hello, may I know who I'm speaking to? My name is Dicky Banerjee. Dicky Banerjee, D for Delhi. Hello, and you are? Madhusree. I can call you Madhusree, of course. This is a project which tries to set a stage in two cities at once. Stage one is in Kolkata, and stage two is in Berlin. And somehow in between are the performers who connect those two cities because they know routes you should walk and they know how to guide you, they know what they want to know from you, and the actors in this case, they don't just speak and you just listen, they talk to you and it's a conversation. What this voice changes to the audience. In the beginning, they will feel somehow like being called by a service line, because it is a service line in the end, just a very strange one. And as time goes by and they start to trust this person on the other side of the phone, the voice becomes very human. And then again, later they learn that this human voice is also lying on the phone and is also flirting with you on the phone. So all of these aspects has to be in there. It's very beautiful if you hear that somebody on the other line is getting nervous, for example, or the voice changes because a sentence really hit that person. And I think with trained actors, it's really, you can't get that. You don't stay with the notion that you talk to an actor. It is a human being at a certain point. Not perfectly done. There's another human being at the other side of the line. It's not only a service line, not only someone who follows a script. You'll have to follow some rules for this tour that I'm going to show you. Number one, follow the directions I'm giving to you, okay? Don't take right for left or left for right, okay? Okay? Don't walk when you don't know where to walk to, okay? And just in case you get lost, stop and tell me what you see. And always tell me as soon as you've reached a lane's end, okay? Ik heb zelf niet precies deze versie meegemaakt, maar iets andere. En dan wordt er bijvoorbeeld ook gezegd, iets over je stem, van hé, maar je hebt zo'n prettige stem, je bent vast een heel aardig persoon. En je weet eigenlijk dat het een formule is en tegelijkertijd trap je er ook in. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant aan deze voorstelling. En op die manier heeft iemand mij ook dan verleid om een lied voor de persoon in India te zingen. Dat hoorde ook in het script, maar het werkt dan wel. Dus er wordt wel iets gedeeld, ondanks dat het tegelijkertijd helemaal in het teken staat van manipulatie. En er zijn wel een aantal mensen die kritiek op deze voorstelling hebben gegeven, juist vanuit die kwestie van ja, maar het is niet echt werkelijk contact. Je blijft gevangen in dat telemarketingformat. Maar ik denk dat je ook kan zeggen van ja, dat weten we. Het zou misschien ook onzin zijn om te denken dat je dat soort formats of dat soort beïnvloedingen altijd kan ontsnappen. Maar wat gebeurt er dan ondertussen? Hier nog een paar foto's uit die voorstelling. Turkel, wat zij onder andere ook nog zegt, is dat ze, wanneer mensen aan het multitasken zijn met heel veel verschillende technologie, dat ze heel vaak fysiek op één plek zijn, maar met hun gedachten ergens anders. Wat ik net al eventjes noemde, iemand die zijn kind op de schommel aan het duwen is, maar tegelijkertijd zijn webpagina aan het onderhouden is, bijvoorbeeld. Dus die notie van real-time, die verdwijnt dan een beetje. En daar gaat het theater natuurlijk juist wel over.
En een laatste voorbeeld om dat duidelijk te maken. Dus ik heb hier geen filmpje van, maar alleen maar één foto. En dit is een voorstelling waarbij de toeschouwer ook niet op pad is of loopt. Hij is juist heel erg gebonden. Hij zit in een rolstoel, dat wel. Maar zijn handen worden vastgebonden en de toeschouwer is geblinddoekt. En op die manier wordt de toeschouwer een voorstellingsruimte ingereden. En die krijgt dan allerlei verschillende impulsen en prikkels. Geuren, het is vrij warm. Iemand fluistert teksten in je oor, er wordt een kaars onder je neus gehouden. Dus je wordt aangesproken met al je verschillende zintuigen. Je wordt op een gegeven moment aangeraakt, omhelst, dan weer losgelaten. Dan moet je even zelf je weg zoeken in het luchtledige. Dan word je weer begeleid. Het gaat ook heel erg over vertrouwen, over intimiteit. Eigenlijk heeft deze voorstelling niet één vast onderwerp, want het gaat er nou juist ook om hoe je dat als toeschouwer zelf ervaart. En de foto die je hier ziet, dat is eigenlijk het slotbeeld. Je ziet een performer en heel om hem heen heel veel Polaroid-foto's. Dat verwijst naar een bepaald moment in de voorstelling, waarbij je eerst eigenlijk heel liefdevol uit die rolstoel bent geholpen, waardoor je geneigd bent om iemand helemaal te vertrouwen. En dan word je eigenlijk vrij ruw tegen een muur geduwd. En je hoort dat iemand zich verwijdert en op een gegeven moment wordt er een foto van je genomen. En de voorstelling is The Smile of Your Face van Ontroerend Goed. Ik noemde die naam net al eventjes. En in dat interview waar ik net naar verwees, daar vertelde Alexander de Vriend ook dat dat specifieke moment, geblinddoekt zijn, er wordt een foto van je genomen, dat daar ook eens een keer een toeschouwer was die ongelooflijk woedend werd, omdat het hem herinnerde aan Abu Ghraib-achtige scènes. Ik weet niet of die naam je nog, dat begripje nog iets zegt een paar jaar geleden. De incidenten met soldaten in Irak die krijgsgevangenen mishandelden. Dus die is uit de voorstelling gelopen. Ja, dat kan gebeuren. Die ruimte nemen in de praktijk niet heel veel mensen, maar het kan wel. Dit slotbeeld vind ik eigenlijk vrij kenmerkend voor de voorstelling, want ondanks dat je de hele tijd wordt teruggeworpen op jezelf, het is een vorm van theater in je hoofd, theater in je lichaam, gaat het toch tegelijkertijd steeds over contact met de ander, hoe jij reageert op de ander. En dit moment, dit is het tweede moment waarop je blinddoek wordt afgedaan, dan heb je een kort gesprek met deze performer. Er is oogcontact, hij vraagt je om te lachen en hij zegt, dan huil ik voor jou. En tegelijkertijd als dat gebeurt, wordt die rolstoel langzamerhand achteruit gereden. En nou, ook hier, ik blijf maar weer herhalen, je weet dat het een voorstelling is, dat het georganiseerd is. En toch had ik hier in deze voorstelling het moment van, hé, maar dit is echt een echt persoonlijk contact. Terwijl ik ook weet dat dat absoluut niet het geval is, maar de ervaring die het oplevert, komt daar heel dicht in de buurt. Je kunt je ook realiseren van ja, het gaat misschien niet per se om mij persoonlijk, maar ik ben wel een deel van dat geheel. En samen creëren wij deze voorstelling. Wij maken met z'n allen samen deze voorstelling, waarbij we steeds weer opnieuw een andere versie van die voorstelling maken, omdat iedereen anders reageert. Dus die voorstelling die is veel dynamischer toch dan de conventionele voorstelling, die weliswaar elke avond een beetje verschilt. Maar het aandeel van de variatie is in dit soort voorstellingen natuurlijk wel echt veel groter. Dus kortom, jouw bijdrage is wel belangrijk. Niet het heeft geen zin of ik ben onbelangrijk, maar juist wel wat breng ik hierin? Wat breng ik in als het gaat om het delen en onderzoeken van dat contact? Ten slotte een citaat van Tony Kushner, een toneelschrijver. Marx was right. The smallest divisible human unit is two people, not one. One is fiction. From such nets of souls, societies, the social world and human life springs and also plays. Turkel die stelt dat internetvriendschappen en netwerkidentiteiten eerder leiden tot eenzaamheid dan tot werkelijke connecties. En theater is evenmin een plaats voor echte vriendschap, maar geeft wel handen en voeten aan het leven in een digitale cultuur. En theater gaat echt de wereld niet veranderen, in de zin dat ze gaat bijdragen aan het zorgvuldig onderzoeken van wat connectiviteit dan zou kunnen zijn op grotere schaal. Maar dat moet je ook niet van theater verwachten wellicht. Maar het belicht wel het onderzoek naar de kwaliteit van wat delen is of wat iemand anders ontmoeten is.
En dat kan aansporen om die kwaliteit ook in allerlei andere vormen van het dagelijks leven te onderzoeken. En dat lijkt me iets wat in het huidige maatschappelijk leven en politieke klimaat van buitengewoon belang is. Denk daarbij ook aan die notie van autonomie en het zelfstandig denken. Oké, dit is mijn verhaal. Iets langer dan 40 minuten, maar ik hoop dat het interessant was.